overgang van telefoon naar internet. Je zei dat het in Canada toen echt heel snel ging. Ja. In alle andere landen, was het toen alleen maar internet of was het ook callcenters? Spanje is dus in 99, mei 99, dus dat is precies 2 jaar na Canada, mei 2007. Dus mei 97, Canada mei 97 en Spanje mei 99, 2 jaar later. En in die 2 jaar was internet zo ver voortgegaan dat Canada moest de feiten dus toen weer toevoegen. Aan het callcenter, want die heeft gewoon, behalve die informatiewebsite, had het nog niet transactioneel. Maar 2 jaar later, Spanje, was meteen van het begin, was internet volwaardige tweede poot en had van start af aan al zeker evenveel openingen als het callcenter. En van transacties sowieso de meerderheid. En dat ging in Spanje ook heel snel daarna verder. En Australië hetzelfde in augustus 99, hè. Allemaal, dus toen was echt voor de hype, hè, van 2000-2001, ja. Toen echt internet nog in de gezonde groei terecht kwam. En dat is natuurlijk alleen maar zo gebleven. Nog één ding over het laatste land, Italië, wat dus of het ene laatste, naast nog Engeland geweest, maar Italië was 2001, dus weer na 2000 was het Frankrijk in maart en de US in september 2000, maar 2001 hadden we in april Italië. Dus we hadden nog steeds het idee van 2 per jaar, want daarna is nog Engeland gekomen. Maar Italië had dus ook een heel lokaal iets wat we ook helemaal niet uit andere landen leerden. Italië is een pompoen, sowieso populair, hè, ook als volksvoedsel. Ja. Maar ze hebben een spreekwoord, als je iets moet onthouden, dan zeggen wij, knoop het in je oren. Ja. Hè, van denk erom, knoop het in je oren, dat moet je gaan doen, et cetera. En dan zeggen zij, met de velo aan zucca, stop het in je pompoen. Hier, ja. Stop het in je pompoen. Je hoofd als een pompoen als symbool voor je hoofd. Ja. Dus die commercial was helemaal geënt op van ING Direct, hè, 3,5% rente, met de Venazuka, stop het in je pompoen, 3,5% rente. Maar, dan kwam er een pompoen op de lopende band van het vliegveld in Milaan, kwam er een hele rij pompoenen tussen de koffers zo op die lopende band binnen. Hè. En een vent pakt zo'n pompoen erop, er zit een naam, afzender, of nee, bestemmings, de naam voor die stemt is. Ja. En springt dus een goed scootertje met die pompoen achterop zijn bagagedrager, rijdt naar die mevrouw, wiens adres op die pompoenlabel was, de pompoen is helemaal niet verpakt, die zat zo op die lopende band, alsof hij niet kapot zou kunnen gaan. Ja. En belt aan, dan geeft hij pompoen aan die mevrouw, hè. En even later zie je pompoenen door de lucht vliegen, overal pompoenen. En ook in ook bij het logo, in plaats van de leeuw dan een pompoen, hè, tussen ING Direct. En, nou, dat heb ik alleen maar in Italië, want A, hij is oranje, dat wel, hij is oranje, dat is sowieso fantastisch. En B, dat spreekwoord of dat gezegde van stop het in je pompoen, dat lokaal bureau kwam. Had je dan één reclamebureau voor allemaal, die in alle landen hielp, je had overal lokaal? Elk lokaal. Elk land. En sommigen die in de pitch werden uitgenodigd, waren wel internationale bureaus die ook in meer landen zaten. Maar vaak werden ook hele kleine lokale bureaus. Soms in Canada was het bureau het gewonnen heeft. Was net gestart door 3 jongens die bij 3 bureaus waren weggegaan. En samen een nieuw bureau waren begonnen. Waarvan 1 van de 3 had wel bij het bureau van Mac & Montreal gezeten. Had wel verstand van bankreclame. Had ook gezien wat ze daar fout gedaan hadden. Met die meisjes die door de korenvelden liepen te zingen. Times are changing. Hey, ik moet even afronden. Ja. 2008, ja. Financiële crisis, ellende en dat soort zaken. Oeps, daar gaat mijn camera. Ja, sorry. Nee, geeft niet. Dat was echt gewoon natuurlijk. ING ging naar beneden, moest op een gegeven moment de hypotheken. Die hele, hoe keek jij daar tegenaan? Van al die kritiek die er kwam vanaf de dat op een gegeven moment een heleboel, een groot percentage van ING Direct moest belegd worden in rommelhypotheken, veel kritiek op gehad. De ING moest op een gegeven moment naar de regering. Hoe zat het nou werkelijk? Ja. Oké, de voorziening was toen ING Direct in de Verenigde Staten startte, september 2000, maar ook in de voorbereiding, toen wisten we dat we geen bankvergunning konden krijgen. Want in die tijd in de Verenigde Staten was er uit de 30 jaren nog, toen ook een bankcrisis was geweest, was er een wet van twee senaatsleden, meneer Glass en meneer Steagall, de Glass-Steagall Act, dat je mocht niet als verzekeraar ook een bank zijn of hebben en omgekeerd. Dus, maar de lokale spaarbanken, de savings and loans banken, wat ze thrifts ook wel noemen, ja. Dat mag je wel hebben. Dat was verenigbaar met alles. En die kan je dus of dan per staat, kan je of zelfs per stad, maar je kan ook een landelijke thrift license krijgen. Dat je niet elke keer, we deden weliswaar die campagne per staat, maar we hadden die vergunning hadden we al. Dus we mochten ook mensen accepteren die al eerder bij ons kwamen via internet.
Maar dat was, die vergunning voor een savings en loon, voor een savingsbank, die vergunning die is gekoppeld aan een eigen toezichthouder. Nu is dat met vet gefuseerd, maar toen nog niet. En de eigen toezichthouder die moet zich ook houden aan een wet. Dat is de Community Reinvestment Act. Er moet terug geïnvesteerd worden in de community. Dus die lokale spaarbank, en soms zit er maar in één stad, die hebben gewoon dus dan de plicht om het spaargeld wat ze van die burgers aantrekken, in die stad, in die footprint, zoals ze dat noemen, voor 52% aan hypotheken. En heeft ook nog een beetje constructief krediet, maar dat tikt ik niet erg aan. Want de Amerikanen via creditcards en zo, dat is natuurlijk wat zij doen en dat telt niet mee. Dus echt 52% in hypotheken beleggen. Of dat je die ook zelf, en als je zelf niet snel genoeg kan distribueren, hypotheek kan sluiten, dan mag je ze ook van andere banken kopen die er te veel hebben of die overschot hebben. Ja. Nou, en dat wisten we van begin af aan, dat hebben we geweten. Er zat ook niks anders op. En wij hebben natuurlijk van begin af aan ook hypotheken verstrekt, maar dat ging niet zo snel als die geweldige instroom van spaargeld die van begin af aan door die campagnes, dat mensen gaan meteen het spaargeld overmaken en iemand een hypotheek gesloten heeft, ja, even verder, moet ook toevallig net toevallig willen gaan verhuizen, et cetera. Dus dat is niet iedereen elke dag aan doen. Dus dat duurde wat langer. En toen hebben we dus hypotheken gekocht van andere banken. Je kan kiezen voor prime hypotheken, dat zijn dus de beste hypotheken van mensen die ook een vaste baan hebben met een vast salaris en een loonstrookje en ook een goed inkomen hebben. Maar die prime hypotheken, gegarandeerd door de staat, hè, Fannie Mae heet dat en zo, hè, en Fannie Mac, die hypotheken, die hebben één nadeel. De meeste van die hypotheken, die hebben 30 jaar vaste rente. Dus niet alleen dat de looptijd 30 jaar is, maar de rente wordt ook niet aangepast zoals in Nederland, dat je elke 10 jaar of zo. Hè. Dus het risico als de rente gaat stijgen en je zit op een oude hypotheek als bank die je nog hebt gedaan voor 2% en de rente gaat stijgen naar 4 of zo. Hè. En die consument die gaat maar niet verhuizen, want dan moet hij natuurlijk, maar zelfs in de Verenigde Staten, wettelijk, mag die consument zelfs meenemen naar zijn volgende huis binnen die 30 jaar. Hè. En als de rente daalt, mag de consument in de Verenigde Staten vervoegd aflossen zonder boete. Is ook wettelijk voorgeschreven. Dan mag je prepayment mag je dan doen zonder boete. Dus bij de daling als bank, dan moet je dat doorgeven aan die consument, dat voordeel. En als de rente stijgt, ben jij de lul. Hè, komt er weer. En in de 80 jaren zijn daar honderden savings en loans door kapot gegaan. Ja. Niet door subprime, hè, zoals de rentecrisis. Omdat dus onder andere door Clinton mensen met te lage inkomens allemaal hypotheken moesten krijgen. Maar door het renterisico. Dus we kopen geen hypotheken en gaan ze ook niet zelf. Wij doen alleen maar 3, 5 en 7 jaar. Maximaal. Zelfs geen 10 jaar. Ook als we ze zelf verstrekken. Maar als we kopen, doen we hetzelfde. Nou, bij die prime hypotheken was er heel weinig van 3, 5 en 7 jaar. En wij kochten geen 30 jaar. Want achteraf gezien, de rente is alleen maar gedaald in de Verenigde Staten. Ja. Sinds zij er zijn. Dus achteraf gezien is dat risico niet geweest. Maar ja, voor hetzelfde geld als de rente gaan stijgen. En dan waren we de lul geweest. Dus we kopen geen hypotheek. Nou, dan krijg je de volgende categorie. Dat is Alt-E, alternatief A. Die is ook in principe goede debiteuren van mensen die behoorlijk inkomen hebben. Alleen inkomen waar vaak niet een vast inkomen is bij een werkgever, met een loonstrookje. ZZP-achtig. Dus je hebt daar wat groter risico. Maar je gaat ook daar hogere inkomensnormen. Maar ook die kunnen natuurlijk gewoon een keer onderuit gaan. Nou, die hypotheek hebben wij gekocht. En die zijn wel vaak 3, 5 en 7 jaar. Want omdat die hypotheken wat meer risico hebben, zijn banken niet zo gauw geneigd om die 30 jaar vaste rente te geven. Nou, die hebben we gekocht. Nou, op een gegeven moment, dat was zeg maar vanaf 2000. Vanaf 2006 of 2007 was onze hypotheekproductie zo gestegen, ook 3, 5 en 7 jaar trouwens, dat wij sindsdien 52% zelf, dus als de verdere groei van spaargeld, kunnen wij nu wel 52% mee blijven groeien in hypotheken. Maar die eerste, om de 52% te komen, hebben we gekocht. En als je hypotheken koopt, als je het zelf hebt verstrekt, toen kwamen nieuwe accountingregels wereldwijd, en er is gezegd, een hypotheek die je zelf verstrekt hebt, die blijft tot de aflossing, blijft die gewoon staan op waar die voor verstrekt is. Dus als je een hypotheek van $100.000 verstrekt, en die wordt gelijk al afgelost, dan blijft hij gewoon $100.000 in de boeken staan tot hij is afgelost. En die hoeft niet ondertussen aangepast te worden, die waarde. Tenzij er achterstanden zijn, dan moet je het achterstandsbedrag, dat iemand achterstallig is, moet je wel dan reserveren of, zeg maar, of van de waarde aftrekken. Maar als je ze koopt, die hypotheken, dan moet je dus wel
ze aanpassen aan marktwaarde. Ook al verkoop je ze niet, en heb je helemaal geen liquiditeitsnood om het hoeven verkopen. Kijk, als je ze verkoopt, dan moet je sowieso accepteren dat je een lagere prijs krijgt. Dat is logisch. Als de prijs lager is. Nee, ook al blijf je gewoon de cashflow, is gewoon prima, dan moet je verkopen. Zitten en je wacht gerustig af tot de aflossing, toch moet je herwaarderen. Nou goed, toen er nog voor Lehman Brothers omviel, nog een markt was, werd er zoveel per dag gehandeld. Iedereen wist precies wat die hypotheken waard waren. Die waren lang ongeveer in de buurt van de 1,5% van slechte aflossers, net zoals in Nederland. Dus die hypotheken waren misschien een paar procent minder waard dan hun nominale waarde. Want er was iets van achterstand wat je dan aftrok. Maar dat werd de markt die bewezen, net zoals de beurskoers elke dag tot stand komt. Maar als toen er dus vanaf Lehman Brothers een jaar of twee, drie helemaal niet meer gehandeld, wat is dan de marktwaarde? Mm-hmm. En toen kregen de accountants de opdracht van die, zowel van de toezichthouder van de Verenigde Staten als ook van de ING. Ja, je moet wel proberen de marktwaarde bij de jaren. En die is bijna nul, want je kunt ze niet verkopen. Nou ja, nul. Maar in ieder geval, toen is er een investmentbank, ook in overleg met de Nederlandse en de Amerikaanse overheid, gevraagd, BlackRock uit New York. Famous. Ja, kunnen jullie nou een rapport maken, een advies geven, wat nou de waarde is? Kijk eens naar die portefeuille. En die portefeuille die is 30 miljard US dollar. En ga eens een keer kijken. Nou, en BlackRock, wat doen ze ook? Ze bellen de markt rond. Ze bellen Goldman Sachs. Ze zeggen Goldman Sachs, deze portefeuille, 30 miljard of een stuk daarvan, we hebben het onderzocht. Misschien een goede hypotheek, achterstand is heel. Je kan het gewoon controleren. Nee, ze hebben Goldman Sachs, wij kopen niet. Wij hebben al jaren niet meer gekocht. Nee, dat weten we wel. Maar we zeggen alleen maar, als je zou kopen, ja, wat zou je de tijd zitten te betalen voor die portefeuille? Nou, 60% in plaats van 100. Of in plaats van 98 als je die 2% zeg maar achterstand aftrekt. Nou, hetzelfde Morgan Stanley, wat zou jullie geven? Nou, 65%. We begrijpen. Ga door. Dus uiteindelijk conclusie. Dus het punt was, ING kon bijna kapot gaan als je 35% van 30 miljard... 10 miljard dollar moet afschrijven. Zelfs als je niet verkoopt. Hè? Gewoon als je houdt in de boeken. Maar alleen boekhoudkundig verlies. Dan heb je gewoon helemaal geen vermogen meer. Dus je eerste volgende kwartaal gaat je winst van plus 3 miljard, min 10. Ja. En dan is je winst en je eigen vermogen is weggevaagd ongeveer. Nou, maar nou is het grappig of niet. Maar als je het verkoopt, wat we helemaal niet wilden, want dan moeten we weer andere hypotheken kopen. Want dat spaargeld moet nog steeds gedeggen. Die 2% halen. Dus we wilden helemaal niet verkopen. Maar als je het verkoopt aan elke andere bank, die zegt ja, los het misschien niet wil kopen. Maar als je koopt, zegt hij ja, ik wil inderdaad dan een korting hebben van 30%. Want ik moet het ook afboeken. Hey, even alleen, kort sluiten. Ik snap het. Dus ieder koper is ook de lul van 30%. En zegt nou, ik moet het ook afboeken. Dus ik betaal jullie ook. Maar de Nederlandse staat is een van de weinige partijen die heeft geen balans. Nee. En die heeft geen waardering. Die heeft een kasbasis, de begroting van het Rijk. Het geld komt binnen uit de belasting, het geld wordt uitgegeven. En als je studiefinanciering hebt, als je leent, is het een uitgave voor de staat. En als je aflost, dan is het een inkomsten. Terwijl elk andere bedrijf heeft gewoon een balans. Hè? Ja. En die doet alleen het netto stukje. Nou, dus de staat hoeft niet te herwaarderen. Die hoeft geen accountantsverklaring te hebben, niks. Dus die kan het gewoon kopen voor 98%. Hadden ze kunnen doen. Want ze hoeven niet af te boeken naar 5. Hoeveel hebben ze het gekocht? 90. Want ja. Bos heeft gezegd, het begrijpelijk, ik neem toch een groot risico. Ja. En ik wil ook dan wel, als het goed gaat, wil ik ook wel in de plus aan verdienen. Ja. En hij heeft een Amerikaans bureau ingeschakeld, Dynamic Credit, van een Nederlander, Tonko Gast, die in New York zit. En die jongen heeft dus hele portefeuille doorgelicht van Wouter Bos. En ik ken ook een aantal hypotheken dat hij al eerder zien langskomen bij vorige transacties. En hij heeft zijn hele model op Bos gedaan. Die zegt, nou tegen Bos, met 10% ben je spekkoper, je kan het best doen. Nou, en die jongen is nog in de Tweede Kamer geïnterpelleerd, et cetera. Is hij nog naar Den Haag gegaan. Dat is allemaal zo in 2009, die tijd. Dus Bos zegt tegen ING, eerst had hij in 2008 had hij ING met 10 miljard extra kapitaal. Wat achteraf ook misschien maar 2 of 3 nodig was geweest. Maar om vertrouwen te herstellen had hij als bank gezegd, laat de staat maar een fors bedrag doen, 10 miljard. En dan zien ze dat ING dat geld nu heeft. En bovendien dat de staat er wel heel duidelijk achter staat, die laat die 10 miljard vallen. Hè. Dus, nou, achteraf moesten de boete van 50% erover betalen. Hadden we maar 3 miljard in 2010 gedaan. Want het staat bedong wel een boete van 50%. Maar goed, dat was 98 oktober. Half jaar later, 2009, wordt die hypotheek, burden zo bedreigend dat toch de accountant zegt, ja, nu moet toch een keer dat verlies gaan nemen. Dan gaan ze een negatief boekjaar 2009 krijgen. En misschien zelfs zo negatief dat niet alleen de winst weggevaagd wordt, maar ook het eigen vermogen voor een groot stuk. Dus nou, toen heeft Bos gezegd, oké, dan dat is de tweede stap. Ik koop het voor 90%.
Dan heb je nu wel 10% verlies. Dus dan ben je gewoon ook een paar miljard kwijt. Op 30 miljard. Maar dat is dan 3 miljard. En dan kan je dat opvangen binnen je jaar. Weet je wel, binnen je jaar winst. Heb je nog eigen vermogen. En toen heeft hij wel gezegd, oké, en die 10%, economisch is dat de staat, maar juridisch blijft het wel bij ING. Want dan kunnen we toch tegen de Amerikaanse toezichthouder zeggen dat we nog steeds een 52% hypotheken hebben. Ja. Als hebben we daar weer een probleem. Dus we leven wel eigenaar, maar economisch is de staat. Dus risico... Een goede, soepele deal eigenlijk. Hè? Dus echt, Bos was wel, kon je zaken mee doen. Ja, een ingewikkelde deal, hè? Want je moet het juridisch bij ING laten als je daar een probleem. Economisch moet staan. Goed, akkoord. En dus nu heeft Asscher het verkocht, de man van Europa, met het brilletje, Dijsselbloem, heeft het verkocht, precies een jaar geleden, met een winst van 1,4 miljard. Ja. Dus die 10%, wat voor de staat een buffer was, is inderdaad een groot deel van 10%. Dus hij heeft 30 miljard, hij heeft voor 27 miljard verkocht en voor 28,4 zeg maar verkocht. Ja. Dus gewoon een goede deal geweest voor de staat. En er is dus natuurlijk een stukje, die achterstallen van 1,5-2%, die zijn dus afgetrokken van die 30 miljard. De koper heeft ook wat willen verdienen eraan, dus dan op die manier is er dan... Dus in ieder geval, je bent daar toch weer, eindelijk kun je dan op een gegeven moment zeggen, die rommelhypotheken was helemaal niet waar, zijn gewoon afgelost. Ja. Maar nu pas kun je het bewijzen nadat hij het verkocht heeft. Ja, want overigens intussen in die afgelopen 5 jaar... tot het staat verkocht, was de helft van die 30 miljard was al afgelost. Door de huizenbezitters. Dus die was al eigenlijk bij de staat terug. Dus eigenlijk was nog maar de helft over. En die helft heeft de staat 1,4 miljard aan verdiend. Ze hebben eigenlijk nog veel meer verdiend. Ja, ze hebben op de helft van de 30 hebben ze 1,4 miljard verdiend. Dus dat was inderdaad ook nog even een smet. En eigenlijk ook nog dat op een gegeven moment Nelly heeft gevraagd om het te verkopen. Hoeveel is uiteindelijk Canada nou verkocht en hoeveel is Amerika verkocht? Ja, eerst weer in de Staten, dat moest verkocht worden. Want Nelly zei, daar heeft de staatssteun zich voltrokken. Hè? Dus behalve dat de ING gestraft wordt voor staatssteun en voor concurrentievervalsing door die staatssteun, wordt de ING dus aangestraft dat ze moet halveren. Ja. En dus de verzekering. Ze zou ook kunnen zeggen, we verkopen de helft over de hele linie, de half verzekering. Nee, we zetten dan liever bij voor een lieve bank. Maar de helft moest eraf in elk geval. Linksom of rechtsom. B heeft Nelly gezegd, omdat de Verenigde Staten die staatssteun zich daarvoor gedaan heeft. Hoewel ik al zeg, wat heeft de Europese Commissie over de Verenigde Staten te stellen? Maar goed, nog een ander verhaal. Dan moet dat verkocht worden. Als deel van die helft wat moet worden verkocht. Heb je nog een beetje een prijs voor gekregen? Wat heb je ervoor gekregen? 9 miljard Amerikaanse dollar. En je had er uiteindelijk geïnvesteerd, zeg maar, 1 miljard of zo? Nee, wel 3 à 4 miljard eigen vermogen. Maar dat waren alle winsten waren op... Kapitaal, je moet steken, want je moet 8% bij een bank van de Staten, ja, moet je wel eens 8% kapitaal bij je begin al insteken. En in het begin moest natuurlijk meegroeien met de balans. Maar na een jaar of twee was de winst die we maakten meer dan genoeg om die groei van die 8% te kunnen... Ja, met 9 miljard voor gekregen, 1 miljard of 2 ingestopt? Nee, ik denk wel 3 of 4. Okay. Dus je hebt 5 miljard eigenlijk op de Amerikaanse business gewonnen. En hoeveel heb je op de Canadese business gewonnen? Ja, nou, toen het Verenigde Staten verkocht was de vraag, wat doen we nog in Canada? Ook omdat de verzekeraar... Maak het maar af, want ik ga snel... Ja. Ook inmiddels verkocht was... En toen hebben we dus daar, dat hebben we dus vrijwillig gedaan, dat had niet gehoeven van de Europese Commissie. Daar is 2,5 miljard Canadese dollar gemaakt. Maar dat bedrijf is veel kleiner, dat is misschien een vijfde of een zevende van de US. Maar dat zijn vanwege die verplichte verkoop in Amerika, heb je nog een redelijke prijs voor gekregen. Ja, ja. Omdat de koper had natuurlijk niet het risico van die hypotheken. Dat was er af, dus daar had de koper geen risico van. Dus dat lag bij de staat, economisch. Juridisch was het wel bij de koper. Maar die heeft ook nodig, want die moet voldoen aan die regel. Ja. Maar de koper had dus het risico niet. En de koper heeft gewoon een mooie funding. Want je gedenkt dat het was inmiddels DIBA gelijk aan geworden. DIBA die vanaf 98 gegroeid was naar, en nu zo'n kleine 100 miljard spaargeld. In die tijd, in 2009, was DIBA misschien 60, 70 miljard spaargeld. En in de Verenigde Staten was het zelfs ietsje meer geworden. Dus die hele bulk spaargeld, 60, 70 miljard, is door de koper, Capital One, creditcardmaatschappij, wordt nu gebruikt om een creditcard te funden. Hè, hun uitstaande. Ja, dus in ieder geval gewoon 12 miljard. Plus dat op een gegeven moment, op dit ogenblik, heb je nog 170 miljard euro aan spaargeld. En produceert het aan winst meer dan 1,5 miljard. Zeg maar ook 15-20% van de winst. Je hebt dus echt gewoon een miljardenbedrijf opgezet. Ja. Ze hebben er minimaal 10 miljard aan verdiend, ING. Waarschijnlijk nog veel meer als je het optelt. Hoeveel van bonus heb jij daar nou voor gekregen als inhalige bankier, zoals ze dat hier in Nederland allemaal zeggen? Zakkenvuller, ja.
Nee, ik heb... wij kregen cashbonussen en we kregen opties op aandelen ING. Meestal namen wij als wij de opties namen, dan moesten we in het begin zelfs de belasting vooraf betalen. Zelfs als later bleek dat die opties niks waard waren omdat de koers was gezakt. Mm-hmm. En die belasting betaalde je vaak uit het contantenstuk, uit je contantenbonus. Ja. Dus dan was je contantenbonus. Dus ik heb uit contantenbonus ook weinig overgehouden. Ik heb ze altijd gebruikt om de belasting te betalen over de opties. We hebben jaren gehad dat de opties een koers hadden op basis van de beurs. Want de dag dat je de opties krijgt, ja, over het afgelopen jaar bijvoorbeeld als prestatie, de beurskoers van die dag is de koers waarvoor je ooit de optie kunt omzetten in aandelen. Ja, maar laten we niet al te ingewikkeld gemaakt, want die zaten natuurlijk onder water. Ik heb best mooi veel opties gehad, maar de meeste van die opties heb ik gekregen op beurskoersen tussen de 25 en de 35. En ING staat nou op 14, van 4 terug naar 14. En dus die 25 tot 5, en die opties lopen 10 jaar. Nou, de meeste zijn al verstreken. En de laatste die ik nog heb, want ik ben nu een jaar of 6, 7 met pensioen. Als ik nog beleef dat de koers in ING boven de 25 komt, of richting 35, ga ik er nog iets aan verdienen. En anders gaan die opties. Dus je hebt eigenlijk gewoon alleen dat mooie, prachtige salaris van 3 ton in de raad van bestuur en een pensioen gekregen. Maar de miljoenenbonussen zijn nooit gearriveerd, ook al heb je een miljardenbedrijf gestart. Nee, maar het is ook natuurlijk niet mijn eigen rekening risico geweest. En ik heb dus wat pech gehad met die opties. Hoewel, de enige optie waar ik echt aan verdiend heb, is 2002. Want toen was de ING net door 2001, hè, 11 september, was die koers was in elkaar gestort. We hadden ook een lage jaarwinst, die 300 levens die waren herverzekerd, et cetera. Dus 8 april of zoiets, of begin april 2002, hè, komen de opties worden uitgekend over 2001 met dus de beurskoers van die dag. En die was op dat moment was die 12,20 euro of zoiets, die beurskoers. Hij was zelfs even 8,5 geweest. Wij zaten nog te mopperen, hadden we een dag of twee, een week of twee geleden. Nou, dat op 8,5 keer goed. Hey, maar in ieder geval, daar heb je dan wat aan verdiend. Maar in ieder geval, jij hebt gewoon echt een miljardenbedrijf gestart. Directeur van de Postbank geweest, geprivatiseerd. Daarna zeg maar ING direct opgezet. En als inhalige bankier heb je er eigenlijk nooit veel geld aan verdiend, behalve gewoon een goed salaris. Nou ja, voor Nederland natuurlijk wel een goed salaris. En zeker als de Postbank niet geprivatiseerd was. En ik was gewoon daar gebleven, had ik nog steeds voor een balk en een norm gewerkt. Dat had ik misschien ook wel gedaan. Maar in ieder geval, het is wel zo dat het gedoe van dat die salarissen zo hoog zijn, dat boven de balk en de norm uitgaat, dat wat natuurlijk waar is. Dat gebeurde al toen de Postbank, toen ik daar 400.000 gulden kreeg. Maar het is natuurlijk wel, als je dan naar de raadstuur van de ING kijkt, hè, de Amerikaanse collega's verdienen 3 dubbele van de Nederlandse collega's. De Belgische collega's verdienen 1/2 van de Nederlandse collega's. Op basis van de lokale dingen. Dus Alexander Jeukan, Kees Maas en ik en mijn opvolger Dick Harry van. Wij hebben gewoon het Nederlandse salaris verdiend. Daar hebben we ook nooit over gezeurd. Had je dat nou ook nodig, zeg maar, die miljoenenbonussen en die enorme salarissen? Was je daardoor geneigd om gewoon voor een andere bank te gaan werken in België of in Amerika? Nee. Nee, dat is nooit gedaan. Ik ben al eens een keer, door een headhunter kwam ik nog in een selectie voor de CEO van Visa. Maar ja, dat lijkt leuk. En dan verhuis je naar, ik denk, Los Angeles of San Francisco. Ik denk Los Angeles. Nee, want het was ook Bank of America die dit gestart heeft. Dus San Francisco, doet er niet toe. Maar ja, en dan verdien je ook prachtig 1 miljoen per jaar of zo. En toen zat ik niet in de raad van sturende groep. En ook wel een soort bonussen, geloof ik, over aantallen verkochte visa-kaarten wereldwijd. Ja. Maar je hebt geen eigen bedrijf, je bent eigenlijk meer ambassadeur. Je loopt overal, al die banken ga je bezoeken op congressen en langs, om die banken maar, want de banken verkopen die kaarten, jij zelf niet. Je zit als een soort reizend ambassadeur. Nou ja, en ik had ook geen zin om alleen te gaan wonen en zo. Dus, maar ik heb er nooit zo echt over moeilijk. En ik heb een mooi huis in Frankrijk, toch zonder hypotheek kunnen kopen uit mijn salaris of uit mijn jaren dat ik wel de opties aan verdiend heb. Want die opties van 2002, ja, die waren weliswaar 12, maar toen de koers 35 was, want daarna is de koers nog flink gestegen, heb ik het wel. Alleen heb ik een aandelen omgezet, dat had ik niet moeten doen. En een deel heb ik gecashed, maar goed. Hey, hoe kijk je terug eigenlijk naar het ING directe avontuur? Nou, het is een fantastische tijd geweest. En toen ik om 48e gevraagd werd over te stappen, ja, toen dacht ik ook van, ik kan nog 15 jaar bij de Postbank blijven, wat ik al 15 jaar gedaan had.
En ook hartstikke leuk. En, maar ja, dat is toch wel mogelijk om nu eens een keer iets anders te gaan doen. En ook internationaal en dergelijke. Het enige wat ik inderdaad wel... het was natuurlijk, ik had wel een bepaald risico. Want als het fout was gegaan, dan zei nou, die jongen deed het leuk bij de postbank. Maar het gaat nog steeds goed bij de postbank. En blijkbaar kan hij dat toch niet of zoiets. Of heeft de postbank niet aan hem gelegen. Nee. Want nu gaat het nog steeds goed. En daar, ik heb zelfs een keer van een telegraafjournalist gehoord. Die even jaren later, het was ik al net in de raad van bestuur geloof ik. Wat ik dus 3 jaar voor mijn pensioen ben gekomen, dankzij ING Direct. Die zei een keer tegen mij van, ik weet niet eens hoe die heet, maar ik ken hem wel. Hij zegt, ja, het feit dat hij goed is gegaan hè, met ING Direct en zo. En dat hij ook nu de raadstuur weer bent. Hij zegt, maar je hebt al een flink risico gelopen. Hè? Ik heb toch al begrepen dat ze u eigenlijk wilde weg hebben bij de postbank. Toen zei ik, nou, dat heb ik nooit begrepen. Ja, zegt hij, ik heb begrepen dat ze u toch wel, dat u daar bij die postbank zo'n beetje onaantastbaar was. En ook na de fusies, ze niet om u heen konden, want ja, er waren eigenlijk geen andere mensen die daar die postbank begrepen en zo. Hè. Dat ze dat toch dachten, die hoort hier te machtig. Moet nou eens een keer iemand opkomen die wat meer kunnen in de hand kunnen houden. En we doen een leuk aanbod voor buitenlanden. En dat gaan ze eigenlijk ook niet weigeren, omdat hij dat niet, omdat hij dat riskant vindt. En zo kennen we hem ook wel. Hij zei, dat zou ik begrepen dat ze u echt bewust de raad van bestuur, waar u toen niet in zat, echt... Een beetje te bedreigend. Ja. Bedreigend. Nou, ik heb het verhaal nooit... Even nog een ander hoek. We hebben nu dan sinds 2008 echt enorm kritiek gehad op de banken. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Die kritiek tegen bestuurders en tegen de banken en tegen het toezicht? Nou, ik vind zelf... Ik kan natuurlijk wel van ING spreken. Ik weet niet wat bij anderen nooit in de keuken. Nou, je hebt natuurlijk ook bij al die andere banken naar binnen gekeken. Als ik over Fortis in de krant lees, denk ik van, dat zijn een stelletje idioten geweest. Wat die allemaal hebben gedaan. A, die overname van ABN AMRO. Maar B, hoe ze ook dan. Dat ze dan op een gegeven moment. Vlak voor dat de jaarcijfers uitkomen. Opeens dat toch weer zonder de aandeelhouders te vertellen. Nieuwe aandelen plaatsen of juist niet. Nou, als je de krant las in die tijd, wat Lippens een paar keer gedaan heeft, dat hij dus net de informatie achterhield, waardoor de mensen hun aandelen hadden kunnen verkopen en dat ze dan, en toen ze hoorden dat er iets gebeurde, was dat te laat of zoiets, nou, dat soort dingen. En ook dus de hele overname van ABN AMRO, dat is natuurlijk heel op zo'n belachelijk hoge prijs. Dat ja, we hebben ook als ING regelmatig bij elkaar gezeten en dus wel ook zullen wij ABN AMRO overnemen, zullen wij met Credit Suisse fuseren, et cetera. Maar altijd met BNP, Paribas en zo, Bank Nationale Paris. Maar altijd weer, nee, dit gaat ons te ver. We gaan nu toch, of de fusievoorwaarden niet aantrekkelijk, of de tegenpartij, de andere partij, zit er toch te veel onzekerheden over. We moeten het gewoon niet riskeren. Hè? Maar ABN AMRO is toeval dat voort is met een telefoontje van drie heren, met Santander en met Bank of Scotland. Zo even zegt, nou, dat gaan we even doen. Maar goed, dat heeft diegene dus niet gedaan. En diegene heeft ook, moet ik zeggen, zelf CEO's, als die gingen, zoals met eigenlijk ook Ewald Kist, die is ook door de commissaris gezegd van, joh, je bent 60 en wil ik niet dat je tot 62 blijft, wat toen nog kon. Mm-hmm. En als je die aan jezelf houdt, dan ga je mooi weg. Als je niet die aan jezelf houdt, dan moeten wij het doen en zo. Hè? En Michel Timon is echt door de commissarissen, toen hij ook helemaal half overspannen was, ze hebben hem wel ook gewoon, heeft niet uit het bos gedaan. Maar ja, met allemaal heeft de commissaris, hebben nooit Groenink van zijn stoel gehaald. Mm-hmm. Dus dat vindt ING. Maar los daarvan, ik vind dat ING eigenlijk niks te blamen is. Die mark-to-market waardering, die nieuwe waardering, dus de fair value zoals het heet, de actuele dingen, dat is er dus een jaar of 10 geleden is dat ingevoerd. Nou, de banken in Europa, maar ook zeker ING, hebben al zo de eerste helft 2005 daar ontzettend voor gewaarschuwd van wat de risico's waren. Dat je met een, als de beurskoers wat voor reden ook instort, hoeft niks met je eigen bank te maken te hebben. Kan gewoon de hele beurs instorten. Hè? En dat je op dat moment dan die verliezen moet nemen. Hè? Op bijvoorbeeld de beleggingsportefeuille van Nationale Nederlanden. Ja. Want al die aandelen waar ze in belegd hebben, wat zal een eeuw sinds een eeuw doen, die moeten allemaal, als die koersen dalen, ook meteen weer worden afgewaardeerd. Dat heeft die 10 miljard nodig gemaakt. Of misschien 3 miljard, maar goed. Nou, eerst eerder gebruikt, het is toch ingevoerd. En dat heeft ING, want ING heeft geen gekke dingen gedaan. Subprime. Hè? Nee. Want Rabo die daar als heilig boontje rondliep in die tijd, van wij hebben allemaal niks. Rabo die heeft wel een keer via Londen, hebben ze 3 miljard Amerikaanse hypotheken gekocht. Dat was helemaal geen spaarbedrijf in de Verenigde Staten hebben. Zij hoefden geen 52%. En die waren wel subprime. En die zijn helemaal naar de drain gegaan. Hè? En Rabo loopt dan een beetje rond van, gelukkig, 3 miljard is nog te overzien, maar wij hebben niks aan de hand, wij hebben het allemaal prima. En Rabo gaat naar de Europese Commissie toe en zegt van, ja, wij worden gediscrimineerd of concurrentievervalsing. Want wij hebben geen staatssteun en de ABN AMRO is staatseigendom en de ING is staatssteun en hoe heet het, Egon. Ja. En dus moet je die aanpakken, want wij worden concurrentievervalst.
En toen heeft hij gezegd, ja, gelijk, die ander moet gestraft worden, net zoals in Duitsland, hè. Deutsche Bank geen steun, dan moet Commerzbank gehalveerd worden, die wel steun had. Nou, maar in Frankrijk heeft Christine Lagarde gezegd tegen alle Franse banken, nou, in overleg met Sarkozy waarschijnlijk, toen ze nog minister van Financiën was, voordat ze naar de IMF ging, de Société Générale heeft dat nodig. Die heeft een soort Nick Leeson-achtige affaire achter de rug, hè, meneer Curviel. Die is 9 miljard kwijt. Die gaat zo worden overgenomen. Die ligt op zijn rug. En Sarkozy had al gezegd op televisie. Ik heb het zelf gezien toen ik in Frankrijk was. Geen buitenlands roofdier komt aan onze bank. Hè, wat nou Brussel, weet je wel. Hè? En wat nou Abinamrova van Balken en dan zegt... Ja, we kunnen niet verhinderen dat die buitenlanders... Geen buitenlands roofdier, ja. Maar vind je dus... Maar die Franse banken hebben allemaal heeft gezegd... Oké, okay, je hebt 9 miljard nodig. BNP, Paribas, je hebt 2 keer zo groot, je krijgt 18 miljard. Kan niemand zeggen dat jullie dat er iets van vals is? Je 2 keer zo groot, kun je eigenlijk cool zitten over tussenin? Je krijgt 13 miljard. Heb je die nodig? Dat kan me niet schelen. Bek houden. Zet het maar op de centrale bank op een rekening. En dan zeggen ze tegen Brussel, zeggen ze tegen Nelly, van ja, concurrentievervalsing. Ze hebben allemaal evenveel gehad. Ja. Maar dat handige van die Fransen, en wij laten hier, wij zeggen niet tegen de Rabo, hier heb je ook een paar miljard, niet zeiken, hè? En Rabo gaat naar Brussel lopen huilen van, we worden concurrentie vast. Ja, zei Nelly. En zelfs in Duitsland, we halveren jou. Dus hebben jullie wel echt heftig. Zij heeft jullie wel echt heel heftig aangepakt. Eerst gewoon het verzekeringsbedrijf eruit. Dan op een gegeven moment verplicht Amerika verkopen. Wat toch eigenlijk een moneymaker was. En ook gewoon een stuk van het ding. Waarom was dat? Nou, verzekeringsbedrijf heeft ons wel de keuze gegeven. Je mag kiezen, je moet halveren. Of je halveert over de hele linie. Bank en verzekeringen. Of je halveert door de... Ja, ik bedoel, geen enkele bank. ABN AMRO heeft niet... ABN AMRO is gewoon, toen ze het gekocht hebben, is gebleven. En eigenlijk ASN ook. Waarom moest ING, die eigenlijk alleen maar tijdelijke steun had, waarom moest die halveren en dan ook Amerika verkopen? Concurrentievervalsing. En dus in de concurrentie om ING op gelijke voet te zetten, ondanks zijn vervalste nieuwe kapitaal, gaan we ING gewoon halveren. En dat heeft ze ook tegen Commerzbank gezegd, omdat die opzicht van Deutsche Bank concurrentie vervalste. En de opzichte van de spaarbanken in Duitsland. Alleen de Fransen hebben het handig opgelost. En daar kan je het geen aan naar. Terwijl op Europees niveau, natuurlijk is de concurrentie nu vervalsing. Want de Commerzbank en de ING moeten concurreren met Franse banken op Europees niveau. Die niet gehalveerd zijn. En wij wel. Dus dit is de ja, dus ING is een beetje heeft eigenlijk een beetje de slechte kaart gekregen van Europa. Nelly heeft volgens mij... A was altijd al tegen de Postbank. Toen ze nog staatssecretaris, later minister was, heb ik natuurlijk meegemaakt van 2000, van 1972 tot 1986. 14 jaar, 1986 heeft ze de Postbank vertraagd. Privatisering van de Postbank. Oh ja. En ook producten. Überhaupt de fusie van de PostGiro, de RPS, met daarbij de nieuwe producten, onder de naam Postbank. De privatisering, dat wouden ze wel. Dat wouden Ruding ook wel. Maar eerst dat die fusie en die uitbreiding. Die zei iets van 72 tot 86 is die dus vertraagd. Vooral door haar. Ik ben met beide gezeten. Was ik directeur net onder de raad van bestuur. Over nieuw product en zo. Nee en zo. Maar mijn partijgenoot, als die het woord Postbank horen, dan krijgen ze een rood waas voor de ogen. Want Ed van Tijn heeft het ooit tot hervormingsvoorstel verklaard. Hè, in de tijd van de Gouden Uil en zo. Nou. En nee, geen nieuwe producten, ja, maar we zitten nu al 12 jaar te wachten en het gaat nog 2 jaar duren. Kunnen niet alvast iets erbij krijgen? Nee, niks. Also. Dus dat heeft ons... En nu is al ING weer te pakken gehad. Maar ook denk ik Nederland, want Nederland heeft na de ministerschap nooit een behoorlijke baan gekregen. Geen directeur van Schiphol, hè, wat ze ook graag had gewild. Geen KLM, zoals Eurlings enige tijd heeft mogen doen. En dit is eigenlijk nog een beetje met Parelberg nog dingen gedaan. En opeens kreeg ze nog op de 65 de kans om commissaris te worden, omdat de VVD aan de buurt was. En deze ook gedacht van, ik zal Nederland een poepje laten ruiken. Ja, dat geloof ik echt. Ik moet laten zien dat ik Nederland niet voortrek. Hè? Ook nog natuurlijk wel naar die andere landen. Maar ook zoiets van, nou, ze hebben mij nou, ik heb niks aan Nederland te danken, zou ik zeggen. Waarom zou ik dan Nederland gewoon iets aan gelegen laten liggen? Hey, mooi avontuur geweest, ING. En ING direct. Ja, zowel Postbank. Was natuurlijk ook van het avontuur om van zo'n overheidsclub met een heel smal 2 producten betalen, sparen. En dan toch het grote marktaandeel wat iedereen onderschat heeft, hè, in de betaalrekeningen, dat kunnen gebruiken om uit te bouwen. En dan die fusie, moet ik eerlijk zeggen, 89 en 91 zijn zo kort op elkaar dat die 2 jaren
was er weinig lol aan te beleven. En dan met Postbank en ING. Omdat we alleen maar met fusies bezig waren. En eigenlijk in de markt. En voor de Postbank leverde het weinig op. Verzekeringen mochten niet concurreren. En vanuit die tussenpersonen. Dus dat was een minder leuke tijd. En zoveel met die fusies bezig. Maar dus na de leuke Postbanktijd was het weer fantastisch. En de Postbank de laatste jaren dus binnen ING. Ik kon redelijk mijn eigen baas zijn. Dus dat was ook wel leuk. Ja. Maar... Nou, dat is de tweede fase van mijn leven. Dus 15 jaar Postbank en dan zeg maar 11 jaar hier direct. En misschien dat nog wel, maar het leukste geweest. Ja. Dankjewel. Dankjewel.